Zo, welkom allemaal. Fijn, Claudie, dat je er weer bent. En alle anderen. We gaan vandaag rustig beginnen. Je gaat eerst liggen op de mat. Ik zal het vandaag allemaal een beetje smal houden. Ik begreep dat in de ruimte het soms erg lastig was om je armen opzij te brengen. Omdat we vaak tussen de kast en tussen het bed ingeschoven zitten. Ik heb ook hele leuke foto's gezien van mensen die zo half onder de strijkplank liggen. Dus ik zal het vandaag een klein beetje houden naar de ruimte op de mat. Klein beetje erboven en een klein beetje eronder. Maar niet te veel in de breedte werken, want dat hebben we vanmorgen al gedaan. Goed, van hieruit ga je eerst met je duim op de onderste rib, je wijsvinger op de rand van je bekken. En dan ga je heel rustig een imprint maken. En dat betekent dat je je onderrug in de mat duwt. Zo ver dat je voelt dat je schaambeen omhoog gebracht wordt. Maar je bekken komen niet los van de mat. Dus weer rustig naar neutraal. Laat je je staartbeen een beetje zakken, maar geen holle rug. En maak een imprint. En je voelt dat als je een neutrale rug hebt, dat je eigenlijk rust op je SI-gewrichten. En dat de onderste wervels net wat ruimte heeft tussen de wervels en de mat. En ik heb het niet over je huid, die komt echt wel aan de mat. Maar de zwaartekracht ligt niet op de wervels. Terwijl als je een imprint maakt, duw je eigenlijk die onderste wervels de mat in. Dan is je duim-vingerafstand, dus de darmkammen en je onderste rib, afstand is smal. En die maak je weer neutraal. Als je een holle rug maakt, dan zal je merken dat je duimafstand. En dus dit is een imprint, neutraal en heel groot. Dan heb je vaak een holle rug. Nou is dat mijn afstand. Het kan best zijn dat de afstand tussen jouw rib en jouw darmkam anders is als de mijne. En zoals we aan de buitenkant er anders uitzien, zijn we ook aan de binnenkant, zal ons skelet er net anders uitzien. Oké, gaan we van hieruit rustig naar je shoulder ridge. Je voeten staan stevig aan de grond. Niet alleen het gewicht op je hakken, niet alleen het gewicht op je voeten, maar dus verdeeld over de voorvoet en de hak en de twee voeten met daar ruimte tussen ongeveer vuistbreedte. De duim-vingerafstand wordt kleiner omdat je een imprint maakt. Onderrug in de mat, schaambeen omhoog. En alsof je een touwtje trekt aan die schaambeen. Verder omhoog komen je bekken los en wervel voor wervel laat je los. Bovenin duw je dan je rug weer in die neutrale stand en dat voel je aan die duimvingerafstand. Van hieruit voel je dat je breed op je schouders bent en je niet op je nek ligt, want je hebt je schouders in de mat geduwd. Dus als je op je bovenrug en je nek ligt, dan duw je je schouderkoppen meer de mat in en je schouderbladen wat meer naar elkaar toe. En dan rustig laat je jezelf weer afwikkelen naar beneden. Bovenrug, midden, ga naar de onderrug. Schaambeen komt weer omhoog, waardoor je meer ruimte hebt. En naar neutraal. En weer opnieuw, schaambeen omhoog. Wervel voor wervel komt los. Duimvingerafstand weer terug naar neutraal. Schouders goed de mat in. En weer rustig rond. Naar beneden. Oké, en weer terug. Imprint. De basis. Dit is de basis. Het opkomen. Eén voor één de wervels. En het neergaan. En weer terug naar neutraal. Nou, als je merkt dat dat staat als een huis, dan kan je allerlei variaties toevoegen. Dus van hieruit gaan we omhoog in de shoulder bridge. Dan breng je je armen los. Die brengen we omlaag. Omhoog naar het plafond. En wikkel af naar beneden. Steun van de armen zijn nu weg. Maar ook de steun van de elleboog aan de mat. Maar ook die coördinatie met die duimvinger check. Die controlepunt. Dus nou moet je het zelf doen. En de kunst is als je bovenin bent,
om goed je buikspieren aan te spannen, niet vanuit je billen omhoog te gaan, maar eigenlijk je knieën van je weg te duwen. Dus dat je echt voelt, ik sta op mijn voeten en op de schouder, daarom een schouderbrug. Vind je het lastig in je knieën, dan kan je je voeten een klein beetje meer bij de billen plaatsen. Dan wordt het meer een bovenbeenoefening met de rest. Hè? Dus shoulder bridge is echt buik, borst, billen, bovenbenen. Maar je merkt als je voeten wat verder weg zijn, dat die wat meer vraagt van de achterkant en de rug. Als dat je je voeten wat dichter bij binnen plaatst. Maar dat alles kan je gewoon ervaren. Wel die knieën vuistbreed houden, niet stiekem wijder brengen als je omhoog brengt. Dus rustig omhoog. En rustig naar beneden. En je blijft gewoon doorademen. Neem de tijd om even die knieën van je weg te duwen, dat je lengte creëert en je schouders goed in de mat duwt, zodat je niet te veel op je nek rust, maar juist een shoulder, een schouderbrug. Oké, laatste keer. Oké, rug neutraal. Zet je je voeten wat verder weg. Je trekt eerst je kin goed in, zodat je je nekwervels mooi lang maakt. En dan vanuit de bovenrug gezien, trek je dan de bovenrug van de mat af. En je kijkt tussen je bovenbenen door naar de grond. Je brengt je handpalmen naar de grond gericht. Rug neutraal, dus je laat je staartbeen een beetje zakken, dus niet je schaambeen omhoog. Laat hem zakken en pomp. Adem in, 2, 3, 4, 5 en 2, 3, 4, 5. Volgende 50, breng je je benen in tabletop. Maak hem iets lichter door je bovenbenen wat meer omhoog te brengen. Maar je laat nog steeds je gezichtsveld naar de grond richten en pompen. Rug neutraal. Dus je staartbeen is een klein beetje meer gezakt. Omdat je hoofdschouders opgetild zijn, zal je niet zo snel een bolle rug maken. Alleen als je je benen te ver laat zakken. Nog 30. Hou vol, vooral ademen. 20. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En trek in. Hoofd, schouders laag. Kruis de benen. En die geven van links naar rechts. Oké, schuif je rechtervoet van je weg. Je linkerbeen strek je uit en dan gaan we cirkels maken. En nou ben ik wel degelijk bewust dat niet iedereen dit heel makkelijk kan. Dus als je die lengte niet hebt in de benen, hè, op den duur als je veel pilates doet, zal je die lengte krijgen. Maar we gaan dan anders de voet een beetje op de mat plaatsen. En je knie intrekken. Maar dan plaats je je knie wat meer boven je bekken. En dan ga je van hieruit vanuit de knie gedacht, cirkels draaien op het plafond. Dus niet vanuit je teen gedacht, maar vanuit alsof je onderbeen wel recht boven je knie staat. Denk je denkbeeldig dat je cirkels draait vanuit de knie getekend en je bekken blijven helemaal stil. Je kunt de duimvingercheck neerleggen, armen kruisen over de borst. Maar je mag ze van mij vandaag onder het hoofd leggen, mits je schouders helemaal op kunnen ontspannen. Merk je heel veel spanning in de borst, of zelfs dat je een holle rug maakt, breng dan de armen gekruist over de borst. Andere kant op draaien.
Okay. Trek de knie in. Pak die vast. Even goed helemaal naar je toe. En je hebt net ook een klein beetje vanuit die bovenrug of onderrug gewerkt, bovenbenen. Dus probeer even heel ontspannen een cirkel te maken de ene kant op. En ook de andere kant op. Dan ga je weer naar de andere kant. Dus je kunt kiezen voor de positie van je handen onder het hoofd. Been uitstrekken omhoog. Andere benen eventueel uitstrekken. En dan draai je heel rustig, terwijl alles helemaal stabiel kan blijven liggen. Cirkels de ene kant op. Ga zo door. En ook cirkels de andere kant. Ik ga heel eventjes. Er zit hier iets voor mijn scherm, dus dat sluit ik even weg. Ga gewoon door. Ja, heel goed. En ook de andere kant opdraaien. Oké, trek de knieën weer naar de borst. En als je die andere been gebroken is, durf hem gewoon daar te houden. Pas altijd alles aan naar jouw eigen wens. En vooral niet alleen je wens, maar wel je fysieke grens. Want je wil altijd dat je rug mooi neutraal kan blijven. Andere kant op draaien. Of naar een imprint. Maar nooit naar een holle rug. En als je die lengte niet hebt in je beenspieren, dan geeft niks. Dan buig je het been, maar je zorgt dan sowieso dat je rug neutraal blijft. Oké, opnieuw gaan we onze handen onder het hoofd plaatsen. En op het moment als je schouders dat lastig vinden, je mag eventueel je handen aan de mat houden. Maar probeer te voorkomen dat je gaat afzetten met je hand aan de mat. Dus anders eventueel gewoon ontspannen met je vingers aan de mat, omdat je wil voorkomen dat je gaat duwen. Anders, de knieën breng je naar de borst. Op deze manier. Door de knieën naar je toe te brengen, merk je sowieso dat je nu voor je gevoel niks hoeft te doen. Op het moment dat je je knieën verder omhoog brengt, heb je de neiging om druk te zetten op de borst en op het hoofd als je niet uitademt. Dus adem hier in en als je je knieën naar je toe brengt, je hebt nu een imprint. Onderrug komt een beetje los van de mat en weer terug naar die imprint. Niet verder, dus echt daar. Op het moment dat jij dus merkt, ja, daar heb ik net mijn hand ook niet bij de hand, dan met sjaal. Dan neem ik wel. Op het moment dat je dus durft, maar niet zeker weet of het goed gaat, als je twijfelt, en dat is jammer van het lesgeven op afstand, pak dan een handdoek, rol hem op, en dat rolletje, dat leg je net zo onder dat laatste stukje. Dus op het moment als ik hier ben, voel ik hem net wel. Maar hij doet nu nog niks. Op het moment dat ik met mijn knieën naar me toe kom, adem ik uit. Dan is mijn billen los van het randje. Op het moment dat ik terugkom, dan voel ik duidelijk daar een stopje. Dan duurt het ook heel ver als ik die holle rug maak. Maar als jij niet helemaal zeker weet of je dan hier moet zijn of daar moet zijn, pak dat dan een rolletje. Kijk, op het moment als je iets ziet, dan in de spiegel bijvoorbeeld, dan kan je het misschien net iets beter controleren. Als je niet zeker weet, pak dan die extra vergrendeling eigenlijk. Oké, goed. Op en terug. Nog 8. 7. Probeer te voorkomen dat je je armen of je hoofd of nek iets daarin beweegt of spanning inzet.
4, 3, 2, 1. Oké, nu breng je benen lang. Gaan we precies hetzelfde doen, alleen nu mag je je handen laag houden. En ik weet dat er een aantal in de les ook echt zich heel ver kunnen kantelen. Je mag namelijk wel afzetten. Kin naar de borst en kom terug. Leg je hoofd neer. Oké, adem in op de uitademing. Kin naar de borst. Controleer terug. Hoofd neer. Hierbij als je denkt, ja hallo, dat kan ik niet. Of dat wil ik niet, of dat durf ik niet. En je benen naar je toe. En terug. En anders gebogen. En dan kom je weer tot dezelfde oefening als net. Alleen nu heb je de handen aan de grond. Dus je kan eventueel afduwen. Geen spanning zetten op hoofd en borst. Adem in. En de laatste. Oké, goed. Van hieruit haal je het rolletje onder je vandaan. En dan schuif je even in lengte. Rek jezelf uit. Voeten flex je, hakken van je weg duwen. Armen op, hoofd, schouders op. Even kijken waar ik een stiekje gelaten heb. Ik zal hem voordoen met kniehef. Zeker mensen die beginnend zijn of een klein beetje last hebben van onderrug, pak hem ook met kniehef. Je bent al met je bovenrug in een ronding met je kruin omhoog. Je handen zijn bij je bovenbenen, pak de knie naar je toe. Handen aan de zijkant van de kuit. En door je been weg te gooien. En jij kijkt al bij je andere voet waar je naartoe gaat, kom je in een knie met hefboom naar voren. Hier gaat het om. Lang maken. Borstbeen liften. Je gezichtsveld is recht voor je. Recht voor je. De hoogte van je ogen. Dan breng je je kin naar de borst. Kijk je denkbeeldig naar je navel. Ga je achter je zitbordje zitten. Achter, achter, achter. Schuif naar beneden. En leg je schouders neer. Op het moment dat dat heel zwaar voor je is, breng dan je armen als contragewicht. Dus hoofd, schouders op. Eerst opkomen. Wissel nu af. Andere been. Navel in en op. Kijk eens naar voren. Dan maak je je lang. Schouders bij de oren weg. Borstbeen liften. Touwtje aan de kruin omhoog. En gezichtsveld naar voren. Kin een beetje in. Kijk nu richting je navel. Achter de zitbordjes. Oké. Als je het zwaar vond om... Als je het idee hebt dat je ineens poef daaruit valt. Kan je kiezen om je handen voor te houden. En kijk navel in en op. Hè? Dus alsof je een strakke spijkerbroek dicht rit. Heb je hier de neiging om te vallen, zet je voet neer en pak je been vast. Op het moment dat je rug ligt en je bent nog steeds rond, dan pas leg je je hoofd neer. Je hoofd weegt 5, 6 kilo, dus het is belangrijk om die als contragewicht te gebruiken. Adem in, eventueel zonder kniehef, kom je omhoog. Nou, het gewicht van die armen, die kan je boven je brengen, wordt die zwaarder. Voor je wordt hij lichter. En je kan hem ook op de borst brengen. En dan wordt hij ook zwaarder. Nou, voor degenen die daarin meer stimulans willen. Die kunnen eventueel gewichtjes pakken. En voor degenen die minder stimulans willen. Ja, en ik heb hier nou net niet geen single, maar wel een sjaal. Maar goed, iedereen heeft een sjaal. Wel ergens in de kast liggen. Dan pak je die vast van hieruit. Rol je naar achter. Kom omhoog. Pak
die sjaal die voor jou lang genoeg is vast. Pak hem gewoon omhoog. Adem in en uit aan. En dan merk je hoe gecontroleerd dat kan. Merk je dan lang. Ik heb nog steeds die sjaal vast. En dan ga ik gecontroleerd naar beneden. Leg mijn hoofdje neer. Doe ik 4 keer het ene been. Als je nou je sjaal wat meer over die voorvoet brengt, dan maak je hem eigenlijk ook nog eens het been lang in die spieren. Dus strakjes kan je dan ook beter je been uitstrekken. Hier naar de borst. Schouders laag, hè? Dus niet hier optrekken vanuit schouders. Schouders houden laag. De armen kunnen zo kracht hebben zonder dat je je nek daarbij betrekt. En van hieruit maak je je lang. Dus weer liften. En rond, kijk weer richting de navel. Neem het been mee. En weer terug. En maak je lang. En dan wissel je om. Oké, goed. Van hieruit gaan we ons klaarmaken voor de zijligging. Op je zij mag je je arm onder je hoofd, je hand onder je hoofd brengen. Vaak krijgen we dan wel wat meer verzuring in de rug. Dus op het moment dat je merkt, ah oh nee, dat vind ik niet fijn, leg dan in je hoofd gewoon rustig neer. Op het moment als jij ooit je sleutelbeen hebt gebroken of dat je merkt van dat het niet prettig is in de schouder, pak een blok of een hoofdkussen en die leg je eronder, leg je hand voor je. En dan ligt toch de wervelkolom in één lijn. Allerlei variaties mogelijk. Goed, onderste been buig je. Terwijl het been vandaag ligt en voor de andere eventueel been mag zweven, voor wie ligt, wel de buik aanspannen. Dus alsof je een te strakke spijkerbroek dichtritst, oftewel 3 centimeter onder navel, trek je naar binnen en een beetje omhoog, alsof je je korset aanspant. Doordat mijn hoofd hoger ligt als de rest van mijn wervelkolom, is mijn taille tegen de mat aangeduwd. Dus daar kan je nu niet zoveel aan veranderen. Bovenste been gaat naar voren, flex en naar achteren. Niet te ver, want dan ga je een holle rug trekken. Dat probeer je te voorkomen voor en achter. Je mag je vingertoppen aan de mat zetten. Als je je schouder goed bij de oren weg kan brengen, opbrengen omhoog. Dus voor naar voren, flex naar achteren. Vier, drie, twee, en de laatste. Goed zo. Tik de grond aan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Oké, flex. Hak van je weg, Dima. Naar beneden. Op. En kleine beweging. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laag. Nog steeds je voet in. Flex. Hak van je weg. Laag. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, goed zo. Van hieruit gaan we het onderste been uitstrekken, maar je mag hem laten liggen. Je ziet dat mijn voet wat dichter naar voren is gebracht als waar mijn bekken liggen. En dat heeft te maken dat ik nu beter balans kan houden. Dus als je hem naar het midden brengt, ben je wat minder uit of wat minder in balans. Je kan hem naar voren brengen, maar ook weer zorgen rugrecht. Als je twijfelt, dan heel bewust buig je been weer opnieuw. Oké. Arm gaat nu omhoog. Navel in en op. Schouders zijn allebei bij de oren weg. Flex. Point. Iets naar voren. 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 Flex.
flex point. Iets naar voren, flex point. Goed je buikspieren aanspannen en terug. Moeilijk? Probeer het eens op je zij. Flex point. Iets naar voren, flex point. Iets naar voren, flex point. Iets naar voren, flex point. En naar beneden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En terug. Oké, goed. Even zacht maken. Je voelt het, ik weet het. Heel even maar. Navel in en op. Beide benen op. Beide benen laag. Op. Laag. Op. Laag. Op. Laag. Op, laag, op, laag, op, laag. En op 4, 3, 2, 1. Scissors. 1 been voor, 1 been achter. Voor, achter. Voor, achter. Voor, achter. En nog 4. 3, 2, laatste. En leg neer, hand voor de borst. Zet je bovenste knie op en ontspan. En daar waar verzuurd is, daar ga je wrijven. Dus is het bij jou wat meer in die taille, wrijf dan daar. Is het wat meer op de bil, klop. Breng de doorbloeding op gang. Is het wat meer in de kuit of de voet? Een klopje daar. We staan uit 70% water. Dus eigenlijk, hè, als je tegen een emmer aan zou kloppen, dan zie je die cirkels in die emmer helemaal. Nou, denkbeeldig loopt dat ook zo in ons lichaam. Dus klop. En daarom breng je de doorbloeding op gang. En dan voel je ook dat het vrij snel weg is. Gaan we naar de andere kant. Hand weer onder het voor, of onder je hoofd. Ik hou lekker mijn oor vrij, dan kan ik in ieder geval horen. Dan buig ik het onderste been. En van hieruit ga ik point naar voren, flex naar achter. Ondertussen heb ik navel in en op. Je kunt eventueel je vinger toppen aan de mat zetten, maar probeer te voorkomen dat je naar voren gaat hangen. Nog 4. 3, 2, en de laatste. Oké, goed. Dan tikken we aan met de voet gepoint. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, van hier naar bovenin, voet geflext. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laag. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Mag je jezelf helemaal laag brengen? Flex, point. Voor, flex, point. Voor, flex, point. Voor, flex, point. En laag. Eventueel mag je het onderste been uitstrekken. Flex point voor, flex point voor, flex point voor en laag. Laatste keer. Flex point voor, flex point voor, flex point voor en laag. En de laatste, nou goed. Zeker de laatste stukje je buik in. Flex point voor, flex point voor, flex point voor en laag. Goed. Onderste been komt erbij. Bovenste been hoog. Dak vast en los. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan samen hoog, samen laag. Op, 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 op. Nog 4, 3, 2, 1, dan naar de scissors, 1 been voor, 1 been achter.
Oké, goed. Van hieruit hadden we er nog eentje, maar die weet ik niet meer. Breng ons hand voor en trek je knie wat op. Even kloppen. Goed. Gaan we van hieruit naar de buikligging. Maar gelijk op handen en knieën. Pak voor jezelf dan een deken of een kussen. En leg daar de knieën dan op. Handen. Zijn er mensen met schouder- of rugklachten? Probeer dan gewoon het op je buik te doen. Je brengt je rug in een rechte stand. Dus niet naar voren kijken. Ook niet naar beneden kijken. Maar je kijkt eigenlijk tussen in naar de mat op de grond. En van hieruit even kijken of ik genoeg ruimte heb in het scherm. Dus ik ga iets naar voren. Jullie kunnen gewoon blijven. Ga je met je rechterteen van je weg. Op. Laag. Schouders nog steeds bij de oren weg. Lange rug. Heel goed, hou je bekken mooi recht. Hoeft niet extreem hoog, want dan maak je een holle rug en je draait in. Blijf gewoon hoog. 4, 3, 2, 1. Knie naar de mat. Maak geen cat stretch, een bolle rug. Rechte rug, duw die schouders bij de oren weg. Schuif je linkerteen aan je weg. En alsof er een glas water, een dienblad met drankjes of thee op je heupen, bekken staan, hang blijven staan. 4, 3, 2, 1. Wissel om. Breng nu je rechter knie naar de borst. Kin naar de borst, maak een bolle rug. En maak een rechte rug en trap je been weg en in flex. Knie naar de grond houden. Houd het gewicht op beide handen gelijk. Rond, knie naar de borst, duw je rond op en maak je recht. En rond. En recht. En rond. En recht. En rond. En recht. Nog 4. Drie. Twee. En de laatste. Oké, goed. Even naar Child's Pose. Knieën voor je, je buik leg je op je bovenbenen. Je hakken zoveel mogelijk naar die billen toe. En maak je rond. Dus waarom? Kom weer op handen en knieën. Gaan we naar de linkerknie. Trek hem naar je toe. En hak van je weg. Maak je lang. Kijk richting de navel. Kijk richting de grond. Kruin van je weg. Probeer te voorkomen, als je dus op je knie staat, dat je helemaal scheef trekt. Als je naar je knie kijkt terwijl je op je knie staat, staat die knie loodrecht naar de heup toe. Dus je probeert te voorkomen dat je dus in die heup gaat hangen. Nee, dat staat allemaal strak als een huis. Knie naar je toe, borst. Kijk naar dat been. En recht. En rond. En recht. En de laatste. Oké, goed. Van hieruit duw je je teen in de grond. Je even helemaal lang maken aan de achterkant van je benen. Duw je ene hak in de grond en daarna de andere. Kijk of je je gewicht wat meer naar die hak kan brengen. Oké, goed. Van hieruit ga je opnieuw op de knieën en dan maak je een kruispelbeweging.
En dan gaan we opnieuw naar de rugligging. Eventueel weer met dat rolletje handdoek erbij. Want als je ligt, dat die op het onderste randje komt te liggen. Niet te hoog, want dan heb je eigenlijk een holle rug. Het is de bedoeling als je in tabletop komt, dat je hem voelt. En dat je onderrug nog relatief, ja, eigenlijk in een imprint zit. En als de knieën boven je bekken staan, dat je dan net voelt dat je met voldoende buikaanspanning die neutrale rug kan behouden. Terwijl je hoofd nog aan de mat is. Okay. Door het hoofd op te tillen, krijg je gelijk dat die onderrug tegen de mat aankomt. En van hieruit zet je je handen achter het hoofd. Je mag niet aan het hoofd trekken, dus anders zet je je vingertoppen achter de oren. Linkerbeen uitstrekken, rechterbeen. Links, rechts. Goed zo. 10. 9. 8. 7. 6. Hou je voeten ontspannen. 4. 3, 2, 1 en leg neer. Oké. Stel dat je het heel zwaar vindt voor nekschouders en dan zorg je dat je op een handdoek ligt. Als dit mijn handdoek zou zijn en je trekt jezelf omhoog vanuit hier, dan voel je de steun van die handdoek en dan is het minder zwaar in de nek. Dus als je daar last van hebt, probeer dat te doen. Goed, gaan we opnieuw omhoog. En ik draai me zijwaarts met het bovenlijf. Ik laat mijn oksels allebei zien. Ik zie mijn ellebogen in mijn ooghoeken blijven hier vast. 10, 9, 8. Wil ik wat meer? Kom ik mijn schouders verder omhoog. 6, 5. Ja, hij verzuurt. 4, 3. 2, 1 en neer. Keurig. Dat was de crisscross zonder de cross. Of de cris. Het was dus niet de kruisbeweging, maar we waren zijwaarts de schuine buikspieren. Oké, opnieuw omhoog. Benen in tabletop. Hoofd, schouders, los. Draai zijwaarts in. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en kom terug. Je handen mogen aan de mat blijven. En anders kruis ze over de borst heen. Beide benen omhoog. Ene been laten zakken terug. En dan het andere been terug. Hoe ver kan je gaan, zolang jij je neutrale rug kan behouden? Is dat maar tot hier? Prima, dan is dat tot daar. Is dat daar? Ook goed, mits je die rug recht kan houden, dan is dat daar. Als je nou helemaal hier kan en je maakt een holle rug, ja helaas, dan heb je het net niet helemaal begrepen, want het draait hier om de stabiliteit van de wervelkolom. Dus als je die hol trekt, dan ben je eigenlijk over je grens heen gegaan die we proberen te leren om te bewaken. 4. 3. 2. De laatste. Oké. En beide voeten in flex is moeilijk als je die lengte weer niet hebt. En die lengte die ga je soms halen uit de liezen of uit de rug. Buig je benen dan weer. Probeer die tenen naar je toe te trekken. Van hieruit mag je hand aan de mat houden. Eén been naar je toe. Andere been van je weg. En kijk hoe ver je kan. Heb je die lengte? Pak die lengte dan. En wissel. En wissel.
En wissel. En nu gaan we hem. Point. 1. 2. En een flex. 1. 2. En een point. 1. 2. En een flex. Point. En een flex. Oké, goed. Van daaruit gaan we naar een... Dan heb ik toch beloofd om smal te blijven. Maar ik ga even kijken of het lukt. Als je toch iets breder gaat. En ik leg hem even mijn mat in de breedte. We gaan namelijk de benen zijwaarts brengen. Misschien een beetje eigenwijs. Aangezien ik zei dat we tussen bed en kast konden blijven. En anders dan maak je er een variatie van. Naar buiten. En flex naar binnen. Echt even die spanning verzoeken aan de binnenkant. Point naar buiten. Flex naar binnen. Heel goed. De armen gaan tegengesteld. De laatste twee. Oké, goed. Linkerhand, linkerknie, rechterhand, rechterknie. Maak tegengestelde cirkels. Ook de andere kant op. En van hieruit gaan we naar het rollen als een balletje. En rollen als een balletje vind ik altijd een hele leuke oefening. Misschien omdat men ook een beetje denkt als dat we rennen en dan mogen huppelen. En ondanks we bijvoorbeeld huppelen altijd ervaren dat het eigenlijk best wel een zware beweging is. Geldt dat ook voor het rollen als een balletje. Je zorgt dat... er misschien iets zachts is, is je mat niet zo dik, dat je op de wervelkolom niet direct ligt. Het ligt ook een beetje afhankelijk van hoe zwaar je bent en hoeveel vet je op de wervelkolom hebt. Ik heb genoeg, dus dat ligt altijd heel lekker. Wel belangrijk voor degenen die een hele stijve onderrug hebben, die hebben wel zijn neiging plat op die onderrug terecht te komen, alsof die dan vacuüm zakt. Ook dan is het fijn om even een deken neer te leggen. Je brengt je benen tot een hoek van 90 graden. Hier heb je al je buikspieren voor nodig. Dan handen onder de kuiten. En dan ga je hier rond naar achter. Kin aan de borst houden, ook als je omhoog komt. En kom dan weer terug daar waar je komt. Belangrijk is... de afstand tussen knie en schouder gelijk houdt. Want als ik van hieruit ga zwaaien, trek ik een holle rug. Dus rond naar achter, hou de houding vast en terug op. Achter, op, achter, op. En niet op de nek komen, hè? Dus echt bovenrug en op. En strek uit. Armen. Hou je handen achter de bovenbenen vast. Borstbeen liften. Eerst ga je je lang maken. Rond, achter, op. En borstbeen liften. Rond, achter, op. En recht. En de laatste. En dan gaan we van hieruit nog naar de ziel. En de seal is dat je met je handen binnen doorgaat. Dus binnen de benen door pak je de buitenkant vast. De seal, denk aan de zeehond. Tik, tik, twee keer met de voeten. Oeh, oeh. Met de voeten achter. Tik, op. Tik, tik. Dus echt met je buik. En
ademhaling. Want dan wil je middenrif de rest ondersteunen. Tik, tik. Nog drie. Tik, tik. Achter. Tik. Voor. Tik, tik. Achter. Tik, voor. Tik, tik. En de laatste. Achter. Tik, voor. Tik, tik. Alle voeten aan de grond. Je benen in de butterfly, dus je knieën naar buiten. Je mag eventueel je voeten optillen. Dus je voeten tegen elkaar aan. Til ze even op. Goede stretch in de liezen. Dan naar voren en hangen. Niks meer doen. Buikspieren laat je expres los. Ga maar gaan. Ze hebben genoeg gewerkt. En van hieruit ga je naar een rugliggen. Pak eventueel iets erbij van een vestje of zo. Goed. Rugligging. Oh, wacht. Dat was mijn deken. Het is ook belangrijk dat je ontspannen bent in nekschouders. Dus als je een kussen onder je hoofd zou leggen, lekker doen. Ik leg de deken bij de hand, dan gaan we nog even de rest strekken. Je brengt je handen op je middenrif, laat je schouders maar ontspannen op de mat liggen. Breng je linkerbeen omhoog en vanuit je enkel gewricht. En als je been gebogen is, geen enkel probleem. Maar breng je voet goed draaiend de lucht in. Ook de andere kant op en laat die tenen maar goed spreiden en van je weg. Trek je teen naar je toe. Pak je bovenbeen of je kuit vast. En je been strek je van je weg. Is het te intens, zet je je voet weer terug. Oké. Omarm je linkerknie. Als je been nog niet gestrekt, dan leg je hem nu gestrekt neer. En dan eerst de knie naar de borst brengen. Schouders blijven bij de oren weg. Laat dan je knieën vieren. Maak kleine cirkels de ene kant op. En ook de andere kant. Zet je voet neer aan de grond. Andere voet gaat omhoog. Vanuit je enkel draai je cirkels. Kies weer of je je andere been uitstrekt, ja of nee. Wissel om van draairichting. Pak je kuit of je bovenbeen vast. Omarm je knie naar de borst. Strek deze naar je toe. Laat hem dan iets vieren. Maak cirkels de ene kant op. En ook de andere kant. Als het comfortabel voelt in de rug, breng je je handen boven je hoofd. En dan draai je beide knieën naar rechts en jij kijkt naar links. Anders breng je je handen gewoon om de schouderhoogte. Wil je meer, trek je je bovenste knieën op en kom je wat meer op een zij te liggen, terwijl je schouders aan de mat kunnen blijven. Is dat niet het geval, dan laat je je gewicht weer iets naar achter gaan. Kom rustig terug naar het midden. En dan laat je van hieruit beide knieën de andere kant opvallen. En kijk weer van de knieën weg. En eventueel kies je ervoor om iets meer op de zij te komen liggen met je gewicht door je knie op te trekken. Kom rustig terug naar het midden. Laat dan beide knieën naar buiten zakken. Beide knieën weer bij elkaar. Duw nu heel even je bekken los. Laat wervel voor wervel jezelf weer terugkomen naar de mat. En dan pak je je deken erbij.
En dan kom je naar de ligging zoals jij wil. En dan mag op rugligging, dan mag op buikligging of zijligging. Wat je wil. Even de ontspanning. Even niets. Dan laat even alles los. Zoveel als kan. Elke keer als je uitademt, laat je zachter worden bij elke uitademing. Adem in en bij uitademing mag je handen en je voeten wat bewegen. Rek jezelf maar langzaam steeds verder uit. Breng dan beide knieën richting de borst en beweeg rustig van links naar rechts. En als jij te ver bent, kom je heel langzaam naar zit. Kom je liever naar stand, dan mag dat ook. Breng je handen maar even op je schouders. En je schouders draaien de ene kant op. En ook de andere kant. Zet je vingertoppen maar achter je hoofd. En dan kijk je richting de navel, de elleboog sluit je. En op. En rond. En lang. En maak je lang. Haal je handen achter je hoofd vandaan en strek uit. In en weer uit. Handen op, duim erop en naar achter. En andersom. Dus alsof je armen uitvriet. En de laatste keer. Oké, adem dan in. En uit. Adem in. Uit. En de laatste keer. Adem groot in. En laat los. Adem uit. En dan wil ik jullie bedanken dat jullie er weer waren. Super tof. En nou, tot vrijdag misschien.